Hoi, welkom bij een nieuwe podcast op mijn kanaal. Vandaag weer een lekker ouderwetse make-uploze podcast. Ik heb net mijn dochter weggebracht en ik ben helemaal nat geregend. Ik heb mijn haar dus weer even moeten drogen met onwijs veel pluis als resultaat. En ja, ik moet er straks weer doorheen. Dus ik denk, ja, ik kan wel make-up op gaan doen, maar dat gaat niet helpen. Dan kan ik het er zo weer afhalen en daar heb ik geen zin in. Ja, ik heb best wel een aantal projectjes gemaakt vandaag, de laatste tijd. Volgens mij is het al best wel weer een poosje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Eén ervan mag ik nog niet laten zien. Dat is een secret project, maar daar ben ik echt dikke week mee aan het haken geweest non-stop. En ja, zo gauw het mag worden laten zien, dan laat ik het jullie ook zien. Maar dat mag nu dus nog niet. Maar daar ben ik druk mee bezig geweest. Mijn buren hebben lawaai. Verder heb je kunnen zien dat ik weer wat wattenschijfjes had gemaakt. Er staat een tutorial van op mijn kanaal. Het zijn herbruikbare wattenschijfjes. Ik heb er weer twee bij gemaakt. Deze voor de tutorial en deze nog extra tussendoor. Want ik vind het altijd leuk. Je kunt die heel makkelijk even tussendoor maken. Ik denk dat je met een kwartiertje, 10 minuten, met zo'n wattenschijfje klaar bent. En ik heb er al een aantal, ook in andere patroontjes. Dat heb ik je ook verteld in het filmpje. Ja, ik vind het gewoon heel fijn. Je gooit ze bij de was als je ze gebruikt hebt. Je laat ze drogen. Het is in een no-time droog en je kunt ze weer gebruiken. Dus als je nog op zoek bent naar herbruikbare wattenschijfjes, kijk dan zeker even die tutorial. Het neemt ook niet zo heel veel garen in beslag. Deze kun je zien met wat ik het heb gemaakt in het filmpje. Volgens mij was dat iets van drops. Deze is van scheepjes Katona. Dat was zo'n klein bolletje en daar had ik nog een restje van. Dus ja, daar heb ik deze nog uit kunnen halen. Dan heb ik ook al laten zien op mijn Instagram. Als je me daar nog niet volgt, alle linkjes staan hieronder in de beschrijving. Naar de Facebookgroep, naar mijn Instagram en naar mijn mail. Ja, ik heb weer een babydeken gemaakt, lang geleden. Ik hou het nou op z'n zij. Met restjes, ik heb geen idee wat voor garen het is. Er zat ook geen label meer om. Dat is echt van de donatiegaren. En dat witte, joh, dat is zo super zacht. Ik weet niet wat voor garen het is, maar echt heerlijk. Hier moet ik de touwtjes nog even van afwerken, maar dat ga ik zo na dit filmpje doen als deze aan het uploaden is. Dus dan kan die ook in de zak voor de babydekens. Want dat wordt nu dus door iemand anders uitgewassen. Dan heb ik nog een paar sokken afgemaakt. Het zijn geen gelijke sokken geworden. Ik wou dat wel doen. Ik heb ook de bolletjes eerst aan het splitten geweest. Totdat ik erachter kwam dat er echt 3 of 4 knopen in het bol zat. Met allemaal weer dus een andere kleurwisseling. Nou ja, dan kom ik er niet meer uit. En dan heb ik er geen zin meer in. Dan denk ik van, whatever. Ik ga gewoon lekker breien. En ik vind ze ook heel leuk geworden. Ik vind alleen deze kleur, die komt in alle bollen van het pakket voor. Ik heb al wel eens eerder verteld in een podcast van welk pakket het is. Van Wolbut in ieder geval. Ik vind deze kleur niet zo mooi. Het is echt een beetje een vieze leverkleur. Op beeld komt hij wat lichter over, maar ja, dat vind ik wat minder. Maar het zijn wederom weer lekker aanvoelende sokken. En ik denk dat deze winter ze ook veel aangaan. Ik heb nu ook lekker mijn gebreide sokken aan. De allereerste paar wat ik had gemaakt met die Mayflower die zo ontzettend afgaf. En waar een rafel in is gekomen omdat het touwtje bij het boord los had gelaten. Maar ik denk, nou, ik doe ze 1 keer aan en dan gooi ik ze weg. Maar het was niet nodig, want hij rafelt niet verder uit en ik kan hem niet meer vastzetten. Maar ja, zolang ze meegaan, gaan ze mee. En ik heb ze nu alweer een aantal keer gewassen en gedragen. En prima, ze zitten lekker warm. Dan ben ik nog bezig met een nieuw paar sokken die denk ik bij de volgende podcast ook alweer af is.
Want bij degene die ik je laat zien, daar ben ik al met de teen bezig. Dus die zou ik in principe vandaag wel klaar kunnen krijgen. En die ander heb ik de hak er bijna in. Die heb ik niet gepakt, want dan ben ik veel te bang dat met mijn rommelige chaos handen dat ik de steken eraf haal. Dus ik laat je alleen even deze zien. Deze sokken die heb ik volgens mij ook niet gelijk gemaakt. Want ik dacht dat dit een kort streeppatroon was waarbij je het niet zou zien. Maar er komt toch een heel patroontje in voor. Ik vind ze niet mooi. Ik noem ze mijn lelijke sokken. Ondanks dat ik van vrolijke foute sokken hou. Op camera zie ik niet zo goed. Maar het zijn hele doffe kleuren. Het is ook gewoon geen pastel. Maar heel dof. En ik vind het garen voelt heel naar aan. Ik ben benieuwd hoe lekker ze gaan dragen. En ik vind het patroontje gewoon niet zo heel erg leuk. Dit is maat 38-39 die ik aan het maken ben. Dat was mijn vader. Sorry pap, ik druk je even weg. Je weet dat ik op dinsdag film. En dit zijn de ProLana Golden Socks Alicante G. In kleur nummer 330. Dus ik zou zeggen, niet kopen. Nee, er zit katoengaren in en ik denk dat dat het stugge maakt. Daar heb ik ook nog nooit mee gehaakt. Ik vind de samenstelling niet fijn. Ik ben echt heel benieuwd hoe ik ze ga vinden als ik ze draag. Ik denk dat dit meer misschien zomersokken zijn. Dus ja, daar ben ik ook al zo weer mee klaar. En dan die andere, dat zal ook niet zo lang op zich laten duren. Dan is dat waar ik mee bezig ben. Ga ik even mijn vader terugbellen en dan kom ik bij jullie terug. Die neemt hem toch, dus ik heb mijn mobiel nu ook gewoon even op stil gezet. Dan heeft hij maar even geduld nodig. Er zal vast niks ergens aan de hand zijn, want anders had hij wel op de huistelefoon gebeld. Ik heb er geen haakwerkje bij wat ik ondertussen even kan doen. Dus ik ga jullie gewoon lekker even zo bij kletsen. Ik heb weer een boekentip voor jullie. Dat is Zoete Zonde van Ella Marion. Het is een thriller. Maar ik moet zeggen dat ik het boek uit. En ik vind het niet thrillerwaardig. Dat niet. Ik vind het meer spanning slash roman. Maar het is wel een mooi boek. En eigenlijk ook best wel een realistisch boek. Ondanks dat het niet waar gebeurd is. Het geeft je een heel goed beeld van het feit waarom ik niks met de kerk heb. Ondanks dat ik wel gelovig ben. Je mag niet iedereen over één kant scheren, dat weet ik. Maar wat mijn ervaring vooral is, dat is als er ergens veel wordt veroordeeld en geoordeeld, dan is het in die gemeente. En ja, in het boek laat het ook wel zien hoe verdorven dat er aan toe kan gaan. Ik wil niet zeggen dat elke kerkgemeenschap zo zou zijn, dat geloof ik ook niet. Maar ja, het is toch vaak ook, dat merk je als je naar een dienst gaat, voor de dienst wordt er geroddeld. Heb je het al gehoord? Bla bla bla. Nou ja, ik hou er niet van. Voor mij wordt een kerk geleid door en voor mensen en zit het geloof in je hart. En ik heb daar de kerk niet bij nodig. Dat zal voor ieder anders zijn en dat is ook prima. Zoveel mensen, zoveel wensen. En als jij je er goed bij voelt, dan kan ik het alleen maar toejuichen. En ja, dan vind ik dat heel erg fijn voor je. Maar voor mij niet. En ik vind dit ook wel weer echt een realistisch beeld scheppen. Dus ben je daar benieuwd naar, dan Zoete Zonde van Ella Marion. Ook vond ik het wel heel leuk om even dan bij het geloof te blijven. Ik kreeg pas een berichtje via Instagram van iemand die vroeg van... ik zou ook graag weer wat meer, hoe maakte ze dat? Nee, ze wou weer wat meer de klik voelen met God. Dat was ze een beetje kwijt en hoe ik dat deed. En of ik een tip voor haar had. En ik heb haar de tip gegeven om gewoon door de dag heen kleine gesprekjes met God te voeren. Dat doe ik zelf ook. En ik merk dat dat er al voor zorgt dat je veel dichter bij elkaar komt te staan. Hoeft geen uitgebreide gesprekken te zijn en praat gewoon tegen God zoals je tegen een vriend zou praten.
bal je van de dag omdat het regent en troosteloos weer is. Dan zeg je gewoon, ja, sorry God, ik vind deze dag echt even niks. Het is niet mijn dag. Ik vind het weer verschrikkelijk. En dan sluit je af, klaar. Heb je iets waarvan je denkt, nou, dit vond ik toch leuk. Je had een kaartje gekregen of zo. Dan kun je ook zeggen, nou, God bedankt dat die mensen aan mij hebben gedacht. Dat vind ik erg leuk. En klaar, weet je, je hoeft geen hele gesprekken per se te voeren als je dat niet fijn bij voelt. Ja, praat gewoon tegen hem. Maak een klein aanknopingspuntje en dat is voldoende. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om elkaar weer te kunnen vinden. En ik vond het ook heel bijzonder dat diegene dat aan mij vroeg. Dus ja, ik denk ik gooi hem eens in de podcast en misschien dat er wel meer mensen wat aan hebben. Dat is dus hoe ik het doe. En ik ben niet iemand die uitgebreid bidt. Ik bid altijd voor het slapen gaan en we bidden met Sascha voor het avondeten en na het avondeten. Maar dat is het eigenlijk ook. En door de dag heen heb ik dus dat soort gesprekjes met God. En ja, dat is prima. En je hoeft niet alleen maar dingen aan God te vragen. Je mag God ook bedanken. En als je een dag hebt dat je de klad erin hebt en het niks aanvindt, dan mag je dat gerust zeggen. God ziet jou, God weet wat je voelt. En dan hoef je je niet mooier voor te doen dan dat je bent. Dus ja, wees gewoon open en eerlijk naar hem. Dan had ik aan jullie nog een vraagje. Ik ben iemand die ontzettend gek is van in bad gaan. En nu weet ik dat je met de temperatuur in de gaten moet houden als je zwanger bent en bepaalde baden niet in mag. En ook voor hoe lang je erin mag. Maar wat ik nergens terug kan vinden is of je met van alles in bad mag gaan. En dan bedoel ik zoals bruisballen en badolie. Wat voor soort mag niet? Of wordt niet aangeraden? Bijvoorbeeld. Ik weet dat lavendel of eucalyptus innemen heel slecht is, maar mag je daar dan wel mee in bad of ook niet? Dus ik ben heel benieuwd of jullie daar wat meer over kunnen vertellen, want ik ben wel een beetje uitgekeken op de geurtjes die ik nu gebruik, omdat ik weet dat die dan toch wel safe zouden zijn. En als jullie zeggen van ja, nee, je mag gewoon met lavendelolie in bad, dan is niks aan de hand. Dan kan ik dat weer lekker gebruiken. Dus ik denk, ik vraag het eens aan jullie. Er zijn zoveel mensen die deze podcast kijken. Wellicht dat er iemand bij is die dat weet. Ook heb ik een hele leuke adventkalender dit jaar voor mezelf gekocht. Ik zag bij de Action, er was een adventkalender met badbruisballen. En ik heb altijd al een keer een adventkalender willen hebben. Vroeger hadden we ze wel thuis. Met chocolaatjes, maar ik bedoel echt, ik dacht eigenlijk elk jaar van, oh ja, ik ga een leuke make-up kalender kopen of van Rituals of zo. Die zijn meteen zo knijterduur duur en dan heb je de 9 van de 10 dingen die erin zitten, dat is dan toch niet helemaal jouw ding en er zitten van die opvul meuk in, zoals een nagelvel of een pincet, ja, waar je er al 100 van hebt liggen en dan vind ik dat zonde geld. En nu zag deze liggen, ik denk ja. 12 dagen lang elke dag een badprijsbal uit mogen pakken. Ik weet dat ze op gaan komen. Sascha vindt het ook heerlijk om ermee in bad te gaan. Ik denk, nou, win-win. En hij was ook nog eens helemaal niet duur. Hij was volgens mij iets van 9 euro of zo. Nou, voor 12 badprijsballen, dat gaat je niet zo snel lukken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben heel benieuwd naar of het lekkere geuren zijn of dat het misschien toch meer voor kinderen bedoeld is. Neem even lekker een slokje cola. Ja, ik heb er gewoon cola bij. Ja, ik drink gewoon nog af en toe een energy. Moet kunnen als je met de rest dan ook maar oppast. Dat je niet koffie en weet ik veel wat er allemaal nog naast gaat drinken. Nu drink ik sowieso geen koffie. Maar mijn favoriete theesoorten mag ook niet meer. Dat vind ik wel balen. Maar alles voor de kleine. Verder hebben we bijna de geslachtsecho. Ik ben echt heel benieuwd. Sascha die zegt nu inmiddels dat het een jongen wordt. Mijn nichtje zegt dat het een meisje wordt. Mijn moeder zegt dat het een meisje wordt. Zelf denk ik een meisje. Mijn schoonzus die denkt dat het een meisje wordt. En voor de rest denkt iedereen een jongetje. Dus ik ben heel benieuwd. Iemand van ons heeft gelijk natuurlijk, hè? Kans is 50%. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Wij hebben die echo.
maandag, maandagochtend. Maar dan laten we het jullie nog niet meteen weten. Sorry, ik had het gezegd van wel, maar zondag houden we verjaardag voor Sascha. Al denk ik niet dat dat doorgaat. Nu de maatregelen allemaal weer aangescherpt zijn. En als we het wel door laten gaan, dan doen we gewoon per gezin zeg maar een half uurtje. Dat zijn dan twee personen die komen, dus dan mag dat. Maar we wouden het eerst aan Alfreds familie nog vertellen. Want die maandag zien we mijn familie, of mijn familie, ons gezin, zeg maar, van mijn kant. Dus daar vertellen we het wel meteen tegen. Maar als de kogel door de kerk is en iedereen weet het die zondag, dan zetten we het ook op Facebook. En dan zal ik het ook vertellen op de Facebookgroep en op Instagram misschien wel. Dat weet ik niet, maar... misschien wel. En dan in de eerstvolgende video, dan een podcast denk ik dan wel, laat ik het ook weten. Dus mocht je me verder niet op social media volgen, dan moet je nog even geduld hebben, maar je komt het te weten. Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Verder heb ik ook weer een echo gehad. Alles zat er goed uit, de baby was ontzettend bewegelijk, het hartje klonk mooi en... Ja, ze kon nog niet zien wat het werd. We hebben het nog wel gevraagd. Wel erbij gezegd dat ik het nog niet wou weten. Want dat wou ik natuurlijk samen met mijn partner weten. Daar hebben we pret-echo voor. En ik was deze echo met mijn vader. Omdat mijn man moest werken en ik super leuk vond dat papa mee wou. Maar ze zei ook van, ja nee, ik kan het nog niet zien helaas. Want het ligt er gewoon nog niet goed voor. Dus straks 2 weken verder hoop ik dat het wel goed gaat. Of dat het te zien is. Maar ik dacht ook echt, ik en mijn vader riepen allebei van, oh, we zien al wat het wordt. Toen zei ze, oh, nou wat knap, want ik zie het nog niet. Wat wordt er dan? Dus wij allebei, ja, hey, jongen. Ik dacht even van, nou, kun je dat nog niet zien? En zei, ja, sorry, maar bedoel je dit hier? Wij, ja. Ja, dat is de navelstreng. Schaamhond kapot. We hebben zo hard moeten lachen. We waren er echt van overtuigd. Oh, het is een jongen. Dus dat was wel echt heel grappig. En heel mooi dat mijn vader erbij was. Dat, ik denk dat er weinig opa's meegaan naar de echo's. En ja, die vindt dat helemaal geweldig. Die is zo strontgek met zijn kleinkinderen. En de kleinkinderen met hem. Nou ja, wat ik zeg, Sascha die is al bijna jarig. En ja, moeten we even gaan kijken hoe en wat. Gisteren zijn die maatregelen doorgekomen. Ik probeer dit vandaag te uploaden, maar ik weet niet, soms werkt YouTube niet mee. Dus het kan wezen dat hij zomaar een andere dag online komt. Dus vandaar, gisteravond zijn de maatregelen doorgekomen. Mijn man die had nachtdienst, dus die heb ik nog niet weer gezien. En we hebben wel even gebeld en toen gezegd van, joh, weet je, we hebben het morgenmiddag wel even over... Als we elkaar gewoon echt zien. Dus hoe we dat gaan oplossen, dat weet ik dan nog niet. Ik ben er voorstander van om het gewoon dan af te blazen. Ze is nu nog zo klein dat ze het niet doorheeft dat ze jarig is. En kijk, van ons krijgt ze wel cadeautjes en dan maken we er gewoon een leuke dag van. En, maar hij is daar niet zo mee eens. Dus... ja, we zullen daar middenweg in moeten gaan vinden. Want ik wil niemand in gevaar brengen. En zeker de baby in mijn buik niet. Men zegt wel dat het niet erg is voor zwangeren. Maar je weet op lange termijn nooit wat het gaat doen. Dus zeker voor het onzekere. Maar dat wordt wel gefixt. We gaan wel een oplossing bedenken. En ja, we zien wel even. Maar dan wordt die kleine alweer 2 jaar. 10 oktober. Is wat, hè? Verder hebben we de keuken uitgezocht. Ja, we hebben een keuken gekocht. Ik had al verteld dat we hier gingen verbouwen. Ik weet helemaal niet of ik verteld heb dat het doorging. De laatste keer was volgens mij dat ik vertelde dat er iemand voor de kozijnen kwam kijken of het allemaal mogelijk was. Ja, alles wordt kunststof. De deuren worden kunststof. En dan wel met een houtlook. In anthraciet grijs. En dan de achterpui wordt helemaal een glazen pui met schuifdeuren naar de tuin toe. Dus heerlijk met filmen ook licht. Echt, ik kijk er zo naar uit. Ik ben zo benieuwd. En als het goed is, gebeurt dat allemaal het eind van het jaar. En we hebben, wanneer was dat? Afgelopen zaterdag hebben we een nieuwe keuken uitgezocht en gekocht.
Ja, heel bizar. We waren in 2 uur klaar. Die man die zegt ook, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt zo snel. Maar ja, we wisten al wat we wouden hebben. En we hadden al een keer rondgekeken. En er zat een keuken, die zat zo in mijn hoofd. Maar gewoon eerlijk is eerlijk, hij was veel te veel qua prijs. Echt veel te veel. Ja, de keuken was het waard, maar ver boven ons budget. Maar ik heb het met Alfred over gehad en ik zei van ja, maar weet je, er zit een kookeiland bij, dat hebben we al niet. Er zit een hele kast bij, echt een hele grote, met allemaal inbouwapparatuur, hebben wij niet. Er zaten allemaal luxe opties bij en ook kastjes waarvan ik zeg, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus ik zeg, we gaan het gewoon eens proberen. We vragen eens van, joh, zonder dit en dit. En ja hoor, het komt prima, dus... Ja, we hebben gewoon de keuken van onze droom. Een hele mooie witte landelijke keuken. En ja, echt heel tof. De koeken komt er niet in. Ja, dat was gewoon echt te gek. Ik ga echt geen 1000 euro of meer voor een kraan betalen. Ik heb er even over zitten dubben. Mijn man die zegt ook, ja, Ulrike, weet je, ik gun hem je van harte. Maar denk even na, een kraan. Ik zeg, ja. Het is ook te gek, je hebt gelijk. Nee, dat gaan we niet doen. Dus wie weet komt hij er ooit nog in, maar voor nu eerst, nee. Ik wacht wel tot ze wat goedkoper zijn, want dat is ook echt te gek, hè? Maar ja, heel erg blij mee. Het wordt echt een mini-keuken. Zoals wij dat noemen, of mijn zus zegt, een kabouterkeuken. Hij wordt helemaal afgesteld aan mijn grootte. Ik ben 1,68, dus absoluut niet groot. En ja. Lekker een vaste vaatwasser in, een grotere dan wat we nu hebben. We hebben nu echt het kleinste model. Die hebben we gewoon in een aardigkastje geschoven. Aardigkastje eruit en die erin. En ja, het is zo fijn. Straks een heerlijk lichte keuken. En echt, we kijken er zo naar uit. En de kozijnen, dat wordt allemaal het eind van het jaar. En de keuken wordt waarschijnlijk ergens in januari. Dus ik. Ik ben daar best wel een beetje zenuwachtig over. Ik ben natuurlijk 20 maart uitgerekend, 21 maart. Ik weet het niet meer precies. En ja, ik vind dat toch wel een beetje naar allemaal op het laatste moment. Maar het kon gewoon niet eerder. En nou, het loopt ook wel weer los. Niet te veel bij de stilstaan. Komt wel weer goed. Dan heb ik weer een hele vuilniszak vol gekregen met garen. Voor mezelf. Super tof. Ik heb er wat uitgehaald voor vriendinnen. Waarvan ik wist van ja, ik gebruik dat niet en hun vinden het wel tof. Ik heb er wat uitgehaald voor donatie en heel veel voor mezelf. Eerlijk is eerlijk. Ja, echt super lief. Ik ga niet zeggen van wie het is, want ik weet niet of ze dat oké vindt. Maar die persoon die weet het zelf wel. Ik was echt super blij mee. Heel leuk. En ik heb ook een. Flinke donatie garen gedaan. Garen wat wij vooral veel gedoneerd kregen en wat dan niet geschikt was voor de babydekentjes. Dus heel erg pluist of van dat hele dikke spaghetti garen. Ik heb ook heel veel garen uit mijn eigen vakjes gehaald, waarvan ik weet dat ze er heel lang ligt en ik het toch niet gebruik. En dat heb ik allemaal in dozen gedaan. Ik had uiteindelijk echt 3 flinke dozen vol. Ik denk dat het wel 2,5 vuilniszak vol was. En dat heb ik allemaal gedoneerd aan Haken voor het Hospice. Dat is iemand die ik ken. Die heeft dat opgezet om dekens te haken voor hospice. En ja, die heeft het opgehaald. En die is er heel erg blij mee. En eerst was ik eigenlijk heel pissig. Dat zeg ik heel eerlijk erbij. Want ik kreeg in één keer allemaal berichtjes van mensen van, joh, let op, ze verkoopt het. En toen dacht ik, wat? Dat ga je niet menen. Dus ik heb bericht gedaan. Maar nu bleek dat zij hetgene wat ze verkocht, dat zij dat in overeenstemming met degene die het gedoneerd had, ging doen. Die had gezegd van, joh, verkoop het maar voor de verzendpot. Omdat zij ook wel veel dekens moet verzenden naar het hospice. En dan kan zij dat geld wat ze daarvoor ophaalt, daarvoor gebruiken. Dus zodoende. En ze zeggen ook, nee, ik zou dat nooit doen zonder te overleggen. En dat is niet mijn doel en niet mijn opzet. En nou, helemaal goed. Nee, echt blij dat ik daar met haar over heb gehad. Want echt, ik werd zo woest toen ik dat zag.
Dus ja, ik ben blij dat het toch op een goede plek is gekomen. Dus mensen die me er nog steeds berichtjes over doen, wees niet bang. Dit is een overleg met degene die dat heeft gedoneerd en zij doet dat echt niet verder zomaar. Het komt echt op de goede plek terecht. Ja, verder hebben jullie, als jullie lid zijn van mijn Facebookpagina, ook kunnen zien, of als jullie RTL Nieuws volgen, dat er een heel interview met mij in heeft gestaan over het pesten. En ik heb op mijn Facebookpagina ook een openbaar berichtje gezet dat ik gewoon niet meer wil dat media contact met me opnemen. Want ik vind het heel mooi om dit aan het licht te brengen en er aandacht aan te besteden. Maar ik werd zo kwaad weer. Ik kreeg echt, het borrelde zo bij me weer binnen toen het interview plaatsvond en al die gevoelens van toen weer omhoog kwamen, dat ik gewoon merkte, ik trilde helemaal. Ik denk, nee, dit kan ook niet gezond zijn voor het baby, dus ik ga dit niet weer doen. En vervolgens krijg ik, nou ja, meerdere keren per week berichtjes van media om een live interview te doen, in tv-programma's te komen, series en alles. En dat is heel mooi dat ze dat doen, maar ik, nee, ik ga dit niet meer doen. Ik denk dat al die stress en al die gevoelens niet goed is voor de baby. Dus daar kies ik nou voor. En op een gegeven moment werd ik er ook gewoon lichtelijk geïrriteerd van. Ik werd gewoon echt bestookt. En dan zei je bijvoorbeeld tegen de ene van, nee, sorry, ga het niet doen. En dan vervolgens kwam er weer een andere redacteur van datzelfde, ja, hoe noem je dat, van dezelfde omroep, die het je ook weer ging vragen. Dan denk ik, ja, jongens, jullie weten, ik heb er al een antwoord op gegeven en ik wil netjes blijven. Maar ik begon dat gewoon echt irritant te vinden. Dus ik heb gewoon op mijn Facebookpagina een openbaar bericht gezet van, joh, contacteer me niet meer en waarom? Gewoon op een nette manier. Ik denk, nou, doet me nog iemand een bericht, dan kan ik daarna verwijzen. Dus ja, dat heeft heel veel teweeg gebracht. Ik heb er weer heel veel over na zitten denken en het is, ja, het is heftig. Het blijft altijd heftig. En ik ben jullie ook heel dankbaar voor alle mensen die berichtjes onder die Facebook-groepen hebben achtergelaten. Met hun eigen ervaringen. Vind ik heel bijzonder dat je die met ons wilt delen. En ja, dan kun je ook wel weer zien hoe hecht de groep waar je hebt, hoe mooi de groep waar je hebt. Iedereen laat iedereen in zijn waarde en je kunt jezelf zijn en eerlijk zijn en je problemen neerleggen. En ja, ik vind dat heel erg mooi. Op onze Facebookpagina is eigenlijk gewoon nooit gezeur. Ik kan het me niet heugen, in ieder geval. En deze YouTube-pagina ook. Ik heb wel geteld één reactie een keer weggehaald die ik vervelend vond overkomen. Het was niet zozeer dat het echt haat was, maar ik denk, ja, joh, dit is niet handig verwoord en hier kan ik niks mee. Dus toen heb ik dat weggehaald. Dus het was niet eens haat. Maar als ik kijk naar andere YouTubers, hoeveel last die met de reacties hebben en ja. Mensen die hun niet in hun waarde laten en alles afkraken en afzeiken, dan denk ik, wat heb ik het getroffen met mijn clubje abonnees? Echt, jullie zijn de beste. Ik heb het al wel vaker gezegd, maar echt, jullie zijn de beste. Ik ben zo dankbaar en blij voor jullie. Ja, ik wou ook weer, ik had opgeschreven, wil weer wat meer gaan haken, maar dat is wel goed gekomen. Ik heb de babydeken dus afgehaakt, ik heb de wattenschijfjes gehaakt. Ik heb het Secret Project, ben ik flink mee aan het haken geweest. Dus dat gaat weer goed, want ik was de laatste tijd heel veel aan het breien. Ik denk, nee, ik wil ook gewoon weer lekker haken. Dus ik ga straks weer lekker een projectje uitzoeken. En eigenlijk heb ik veel zin om een vest te gaan haken. Ja, ik weet niet, het zit me een beetje tegen daarin. Het lukt me nooit. Misschien heb ik er ook gewoon het geduld niet voor. Ja, ik wil het toch een keer gaan doen. Dus ik ben nu nog op zoek naar de perfecte beginnerspatroon. En dan geen skruk, want dat kan ik wel. Maar gewoon echt een lekker vest. Maar dat gaat vast wel komen. Jullie gaan het weer zien in een volgende podcast. Of het wat is geworden, of dat ik het er helemaal niet meer over heb. Wie weet. Maar ik wil ook nog weer zo'n kandelaar. Nee, dat is geen goede woord ervoor.
zo'n kroonluchter gaan haken. Van Made by Sheen is dat volgens mij. Ja, ik hoop dat dat goed zeg. Die hebben zo'n patroon en dan kun je het garen erbij kopen en er zit zo'n lichtslang in. En dat wil ik gaan haken voor de babykamer. Als gewoon een nachtlampje om 's nachts bij te kunnen voeden. Ik hoop dat er dan genoeg licht vanaf komt. En dan denk ik dat ik een grote ga haken. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar daarmee wil ik wachten tot ik weet wat het wordt. Want als het een jongetje wordt, ga ik een blauwe haken. Als het een meisje wordt, een roze. Ja, ik ben er heel erg in. Ik weet het, is niet meer van deze tijd. Maar ik vind het heerlijk. Dus ja, daar wacht ik nog even op. En ja, ik heb weer heerlijke waxmat besteld. Echt, ik vind dat zo lekker. Die gooi je dan daarin. Die kant op, spiegelbeeld. En dan doe je er een kaarsje in. En dan ruikt je hele kamer weer lekker naar Nivea of Dove. Of een lekker wintergeurtje. Vers gebakken appeltaart. Oh, krijg je instant honger van. Dat wel. Maar ja, oh, ik kan daar zo van genieten. Die lekkere geurtjes. Heerlijk. Ik denk dat hem dat wel weer was voor deze keer. Er komen denk ik de komende 2 weken. Ja, 2 weken sowieso komen er geen video's online. Degene waar Sasha heen gaat op de dinsdag, zodat ik kan filmen, die kan de komende 2 weken niet. Dus ja, dan heb ik haar thuis en dan is het filmen niks waard. Dus dat is even 2 weken op een laag pitje. Ja, misschien dat ik tussendoor wat opneem hoor, maar ga er maar niet van uit. Dan kan het altijd alleen maar meevallen. En dan was hem dit wel voor deze week. Sorry dat ik naar beneden kijk hoor, maar ik heb hier mijn lijstje staan met wat ik allemaal met jullie wil bespreken. Even kijken of ik alles had gehad. En dat heb ik. Dus ja, dat was hem. Ik heb alweer meer dan een half uur op zitten, dus heb ik toch best wel weer knap gedaan, hè? Leuk en lekker om even weer met jullie bij te kletsen. En ja, ik hoop dat je abonneert op mijn kanaal en dat ik je snel weer zie. Bedankt voor het kijken. Doeg!